welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met mijn intro, ik wil even snel zeggen dat het vandaag ook weer super warm is. Dus ik heb weer de ramen openstaan. Dus je kunt hier en daar wind horen, auto's horen en dat soort dingen. Dus ik probeer het een beetje te vermijden, maar ja, af en toe heb ik het gewoon niet door. En dan ja, kan ik het er niet uithalen. Dus vandaar. Nou, vandaag ga ik het hebben over een nieuwe foundation. En dat is de Hello Happy Foundation van Benefit. Deze ziet er zo cute uit. En de naam ook Hello Happy Soft Blur Foundation. Deze is net nieuw. Deze is net te koop. Ik ben altijd heel benieuwd naar foundations. Want foundation is echt een van mijn favoriete make-up producten. I love foundations. En ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Dus ben je benieuwd naar deze foundation? En ben je benieuwd hoe die de hele dag blijft zitten? Want ik ga hem vandaag de hele dag ophouden. En dan aan het einde van de dag kom ik weer terug om te laten zien hoe die is blijven zitten. Blijf maar gewoon vooral even kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, ik heb hier de foundations. Ik heb 3 kleuren. 3, 4 en 5. Ik heb er 3 omdat ik deze gratis opgestuurd heb gehad. Dat ik hem gratis heb gehad betekent niet dat ik niet mijn eerlijke mening zal geven. Iedereen die mij volgt weet dat ik gewoon altijd heel eerlijk ben. Even kijken, ik heb hem hier opgezocht op de website. Dit is een foundation van 30 euro, dus het is niet de goedkoopste. Maar Benefit is sowieso niet altijd het goedkoopste. Een vloeibare foundation met een goede lichte tot medium dekking. Dus dit is absoluut geen volledige dekking. Het is echt gewoon licht tot medium. Deze dunne foundation egaliseert de huid en vervaagt imperfecties en vlekjes met de soft focus blur bolletjes die de oneffenheden en roodheid vervagen. De foundation heeft een natuurlijke matte finish, voelt licht aan en heeft goede lichte tot medium dekking. Happy staat je goed. Nou, dat is de informatie die erbij staat. Het is dus een matte finish, het heeft een lichte tot medium dekking. Meestal is dat dan gewoon een lichte dekking. Nou, als het goed is, ondanks dat hij een lichte tot medium dekking heeft, gaat hij wel je imperfecties een beetje blurren en je huid meer egaal maken. Tenminste, dat is wel wat er staat. En er staat dat het je een natuurlijke dekking geeft. Niet iedereen houdt van de volledige dekking foundations. Dat is vaak heel dik en heel erg droog en cakey en dat soort dingen. Veel meiden willen gewoon zo'n soort foundation, gewoon met een lichte dekking, waarbij het lijkt alsof je geen make-up op hebt, maar toch wel make-up op hebt en het toch wel een beetje egaler maakt. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb hier al 3 video's over gezien. 2 waren slecht en maar eentje was goed. Dus mensen zijn hier niet heel blij mee, tenminste in die 2 video's. Maar ja, ik ben persoonlijk ook meer van de volledige dekking, maar kan ook gewoon heel fijn zijn. Ik ga heel even kijken welke kleur ik heb. Ik ga even ook online de kleuren bekijken wat erbij staat. Ik denk dat 5 mijn kleur gaat zijn. Maar ik ga ze gewoon even alle 3 swatchen op mijn gezicht. Ik heb nog niks op mijn gezicht, alleen maar dagcreme. Ik moet wel zeggen, ik vind het super cute uitzien. Hij is wel heel klein, maar er zit gewoon 30 milliliter in. En dat is gewoon normaal. Ik heb hier ook bijvoorbeeld deze foundation. Deze heeft ook gewoon 30 milliliter. Dus ja, het is gewoon in een iets kleinere verpakking. Ik ga eerst de lichtste kleur op mijn gezicht doen. Kleur 3. Als ik de dop... Oh, mensen, je moet hem draaien. Ik was allemaal aan het trekken. Je moet dus draaien. Oh, echt alles komt er al uit. Oh my god. Oh my god, alles komt eruit. Nou, dit is kleur 3. Dit is wel echt heel vloeibaar. Echt, alles komt er echt gelijk uit. Let op dat je geen puinhoopje maakt. Kijk, dan pak ik nou kleur 4. Ook die komt er echt weer meteen uit. Dit is kleur 4. En dan als laatste heb ik kleur 5. En ook die komt er al gelijk helemaal uit. Kijk, oh my god. En dit is dan kleur 5. Ik vind ze echt alle 3 heel erg op elkaar lijken. Ik denk dat 5 niet echt mijn kleur is, maar die is, weet niet, die is iets te rood of zo. Die 2 zijn meer geel. Ik denk 4. Ik denk dat 4 wel een goede match zou zijn. Ik ben een beetje aan het twijfelen tussen kleur 3 en 4. 5 wordt hem sowieso niet. Oké, ik ga gewoon kleur 3 pakken. Ik denk dat die het meeste in de buurt komt. Nee, ik heb toch besloten dat ik kleur 4 pak. Echt, ik ben echt all over the place. Ik pak gewoon 4. Als hij niet goed is, dan pak ik gewoon alsnog 3. Ik ga eerst mijn gezicht primen, want dat is wat ik gewoon normaal ook doe. En ik pak een primer waarvan ik weet dat hij gewoon goed werkt. Dus dan weet ik dat het in ieder geval nooit aan de primer zal liggen als hij er niet goed uitziet. Oh mijn god, al die wind. En dat is de Catrice Prime and Fine Primer. En die doe ik gewoon eerst op mijn hele gezicht.
Deze is zo fijn. Dit is echt een van de beste betaalbare primers. En ik ga het aanbrengen met mijn beauty blender. Dit vind ik altijd de fijnste manier om foundation aan te brengen. En ik breng het gewoon zo op mijn beauty blender. Echt, het is echt super vloeibaar. Het is echt niet normaal. Nou, de kleur matcht gelukkig goed. Ik ben blij dat ik kleur 4 heb gepakt en niet kleur 3. Nou, ik heb de foundation helemaal aangebracht. Het aanbrengen ging best wel makkelijk. Ik heb best wel veel gepakt. Meer dan dat ik normaal zou doen. Maar dat komt misschien ook omdat ik normaal full coverage foundations gebruik. En dan hoef je niet heel veel te pakken. Het is inderdaad echt gewoon... Ja, ik vind dit gewoon echt een lichte dekking. Niet eens echt medium. Ja, het is gewoon... Ja, het maakt wel mooi egaal. Maar het dekt niet echt. Normaal zijn mijn wallen ook een beetje bedekt. En dat is nou ook gewoon helemaal niet en zo. Dus ja, het is wel echt een hele lichte dekking. Ik heb ook best wel veel moedervlekken op mijn gezicht. Normaal zijn die ook iets beter bedekt. Dus het is wel echt een lichte tot een beetje medium dekking. Ik vind het in principe mooi. Ik vind de kleur ook mooi. Als je te maken hebt met een lichte tot medium dekking foundation, hoeft de kleur niet echt perfect te zijn. Omdat je dan toch niet echt heel veel verschil ziet. Hij is ook echt inderdaad mat. Dus alles wat ze zeggen klopt gewoon. Ja, mijn vraag is hoe lang en hoe goed het erop gaat blijven. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb een vrij droge huid. Ik vind hem niet te droog op mijn gezicht. Ik vind hem hier een beetje wel aan de droge kant. Maar daar is mijn gezicht ook altijd iets droger. Dus ja, dat is meestal bij elke foundation op mijn gezicht wel. Het enige wat ik tot nu toe minder vind is dat hij zo vloeibaar is. Echt alles valt tegelijk helemaal uit. En je zou denken dat omdat hij dus zo vloeibaar is, hij ook heel makkelijk uitblendt. Dat is dus niet. Hij blendt gewoon normaal uit. Niet heel makkelijk of zo. Ik heb foundations die makkelijker uitblenden, die geen 30 euro zijn. Dus dat wel een beetje. Maar ik vind het wel mooi geworden. Gewoon een leuke, mooie lichte dekking. Vooral vandaag. Het is vandaag echt warm, dus... Dan is het niet echt fijn als je echt heel veel make-up op hebt. Ook al ga ik nou wel heel veel make-up op doen. Maar oké. Nou, ik ga me heel even verder opmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik dan weer. Mijn trui zit echt helemaal onder glitters. Want ik heb net een super glitterig paletje geswatcht. En dan ben ik helemaal onder de glitters. In ieder geval, ik heb me helemaal opgemaakt. Als je benieuwd bent naar deze make-up look. Ik heb daarvoor de I Heart Revolution Dragon's Heart palet gebruikt. Deze look staat ook op mijn Instagram. Dus je kunt daar al informatie zien. Nou, mijn make-up ging er voor de rest gewoon helemaal normaal op. Er was niks raars. De foundation is ook gewoon mooi. Tot nu toe zie ik niks slechts of zo. Maar ik hoop dat het er over 8 uur nog steeds op zit. Dus ik kom straks bij jullie terug. En dan gaan we zien wat we van de foundation vinden. Tot zo. Nou mensen, ik ben weer terug. Het is nu 6 uur verder. Het is nu 18 minuten over 8. Ik besefte me net dat ik toen straks helemaal niet heb laten zien hoe laat het was. Maar het was 2 uur in de middag. Dus het zit er nu 6 uur op. En ik dacht, ja, dat is wel gewoon genoeg tijd om te laten zien wat ik van de foundation vind. Want deze foundation claimt niet dat hij 12 uur lang blijft zitten of iets in die richting. Dus vandaar dat ik niet echt heel lang heb gewacht. 6 uur is in principe lang genoeg. Mijn lipstift is er al wel een beetje vanaf. Wat vind ik van de foundation? Ik vind hem gewoon goed. Ook qua dekking vind ik gewoon echt dat hij doet wat ze zeggen. Hij is niet heel dik, zoals ik toen straks ook al zei. Maar hij maakt je huid wel echt gewoon mooi egaal. Ik vind hem heel fijn als je niet te heftig veel make-up op wilt. Ik heb dat nu wel gedaan. Ik heb het nou iets meer volledig dekkend gemaakt. Doordat ik een hele volledig dekkende concealer heb opgedaan. Poeders, bronzer. Ik heb heel veel make-up eroverheen aangebracht. Waardoor, ja, dan wordt het gewoon allemaal meer dekkend. Maar de foundation zit nog gewoon echt op zijn plek. Ik doe ook altijd zo. Ik ga altijd zo met mijn vinger er zo overheen. En dan zien of de foundation beweegt. Dat doet deze ook echt helemaal niet. Als een foundation dat doet, is dat voor mij echt een no-go. Maar je kunt er gewoon echt een beetje overheen. En het gaat er gewoon niet vanaf. Ik moet wel zeggen, in die 2 video's waar ik net over had. Waarin mensen niet zo blij waren met deze. In een van die video's, die meid had een hele vettige huid. En zij vond het dus niet fijn dat deze na 8 uur dragen. Of 6 uur of hoe lang ze hem ook op had gedaan. Haar gezicht was helemaal vettig. Dus ik kan vanuit haar video wel concluderen dat als jij een vettige huid hebt. Dit niet heel veel gaat doen omdat
tegen te gaan. Ik heb een hele droge huid. Ik vind hem ook echt niet super, super mat. Dus ja, ik ga er ook wel echt vanuit dat als je echt een hele vettige huid hebt en je daar iets aan wil doen, dit niet of foundation gaat zijn voor jou. Want ja, die dekt gewoon niet genoeg en is niet mat genoeg om al die oliën tegen te gaan. Desondanks is hij wel gewoon mat. Hij blijft goed zitten. Hij maakt je huid gewoon mooi egaal. Ik vind hem zeker mooi. De prijs is 30 euro. Ik persoonlijk vind dat aan de dure kant voor een foundation. Je hebt genoeg foundations voor 15 euro, 10 euro en dat soort prijzen die ook echt heel goed zijn. Hier is bijvoorbeeld de Maybelline foundation. Deze is 15 euro. Is echt geweldig. Het ligt maar aan jou. Ik kan niet in iedereen's financiën kijken. Als jij dit het geld waard vindt, zou ik zeggen gewoon doen. Ik vind hem echt gewoon prima. Maar als jij iets hebt van nee, ik vind hem te duur en er zijn genoeg meer betaalbare opties die ook wel goed zijn, dan ben ik het ook echt helemaal mee eens. Dus ja, dat ligt echt helemaal aan jullie. Maar ik ga deze in ieder geval zeker vaker gebruiken, want ik vind hem echt gewoon mooi.